12 jaar soldaat van Oranje is zo onwerkelijk. Maar het is wel waar, we staan hier. Dus ik stond hier 12,5 jaar geleden ook. Het theater voor Soldaat van Oranje wordt in een oude hangar gebouwd. Het publiek zit op een draaischijf en beweegt zo van scène naar scène. Een oude Dakota speelt een belangrijke rol in de productie. Vlak voor de première gaat het bij het transport mis. De nacht dat de Dakota crashte op de A44 bij Kaag en ik werd 's nachts om denk 4:30 of zo gebeld door Leonie en die zei er is iets heel ergs gebeurd en we zitten vast op de A44. Toen ben ik hierheen gereden en kwam ongeveer tegelijkertijd met het transport aan. Nog in de hoop dat de Dakota te redden was en te herstellen was. We hadden er heel lang naar gezocht. En hij bleek onherstelbaar beschadigd, wat super treurig was. Gelukkig wordt er een nieuwe Dakota gevonden. Zo gaat Soldaat 12,5 jaar geleden in première. En voor mij hoeft u niet te buigen. Waarom bent u in rok? Denkt u dat dit een feestje is? De echte Soldaat van Oranje, Erik Hazelhoff, maakt de musical niet meer mee. Hij overlijdt in 2007. Zijn weduwe Karin bezoekt tot haar overlijden jaarlijks de voorstelling. Tijdens een van de eerste try-outs zat Karin Hazelhoff naast mij. Op het moment dat Erik Hazelhoff de rol op het strand met thuis gaat bellen, wat ook werkelijk in werkelijkheid ook gebeurd is, belt Erik op en hij vraagt aan zijn vader hoe is het met mama. En toen greep Karin Hazelhoff mij in mijn knie en die fluisterde, hij zei altijd moesje. En dat heb ik natuurlijk verteld aan Matteo van der Gijn, die de rol op dat moment speelde. En sindsdien zit in de scène het woord moesje tot 2 keer toe. En dat is er ook nooit meer uitgegaan en dat mag er ook nooit uit. In de voorstelling is in principe niets veranderd sinds 12,5 jaar geleden. Buiten het feit natuurlijk dat we inmiddels met de 23e samengestelde cast zitten. En dat alle acteurs natuurlijk hun eigen interpretatie meenemen. Dus hier en daar zijn zinnetjes of woordjes veranderd. We krijgen best af en toe reacties van mensen die denken dat we dingen veranderd hebben. Dat is niet zo, maar dat zit echt in dat soort details. Bezoekers blijven komen. Ja, het hele verhaal. Ik ben sowieso geïnteresseerd in alles wat de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. En dit verhaal wordt zo mooi gebracht. En ja, dit was de 51ste keer vandaag. Dat is 2016. Inmiddels ziet deze superfan al 70 keer Soldaat. En daar stopt het niet. Nou ja, ik heb van iemand het doel gekregen om de 100 te halen. Dus wie weet gaat me dat nog eens lukken.